Er werd vooraf veel gezegd, als je deze zou winnen, zou je weer helemaal aanhaken. Nu speel je gelijk. Hoe moeten we het nu gaan bekijken dan? Nou, precies hetzelfde. Ik vind dat we zitten goed in de race. We weten wat onze doelstelling is en we kijken vooruit. Natuurlijk moeten we winnen. Maar nu kan je niks anders doen dan zeggen, oké, 1 punt. En we kijken nu vooruit naar Groningen, waar wij weer echt 3 punten moeten halen. En ik denk dat we het vertrouwen hebben om te zeggen, we gaan daarheen om te winnen. Is de tweede plaats nog heel reëel? Ik denk dat het een beetje afhankelijk is wat nu Ajax AZ doen, denk ik. En ik denk voor ons is het alleen maar belangrijk om echt te kijken van week te week dat we echt 3 punten pakken. En dan moet je natuurlijk hopen dat een van die 3 die boven ons staan echt een beetje verliest. Maar daar kunnen we niks aan doen. Het is eigenlijk zonde dat je moet hopen dat de andere puntenverlies leiden. Ja, dat is natuurlijk jammer. Dat wil je eigenlijk niet. Maar je kan nu echt niks doen als proberen elke wedstrijd te winnen. En hopen dat die andere een wedstrijd verliezen.